Twee soorten die heel sterk lijken op elkaar, en die ik nu aan bod ga laten komen, dat is de tweekleurige zandbij, Andrena bicolor, en de zwart-rosse zandbij, Andrena clarkella. Ik begin met de tweekleurige zandbij, dat is de kleinste van de twee, 9 tot 11 mm voor de vrouwtjes. En dat is ook een soort, een van de weinige soorten die twee vliegtuigen heeft. Dus een samengevat, een hele lange vliegtuig. Vanaf begin maart kan je ze zien, maar ze vliegen tot en met de zomer, tot en met begin augustus. Maar ze vliegen dus in twee pieken. Die eerste generatie die vliegt een beetje op van alles en nog wat. Maar die tweede generatie heb ik zelf al gemerkt dat die heel vaak een voorkeur heeft voor klopjes. Dus onderaan zie je, of het is van Kurt, of zie Kurt, om daarvoor toestemming te geven. Of niet. dat zie je daar op een klokje zitten. Maar ook in de tuin bijvoorbeeld. Of als ik ergens anders klokjes bij aan het zoeken ben, dan vind ik heel vaak in de zomermaanden daar de tweede generatie van de tweekleurige zandbij op terug. Dat is geen beest die gespecialiseerd is, maar die wel gewoon heel vaak daarop te vinden is. De tweekleurige zandbij heeft twee kleuren. Dat is paars en wit. Ik zie of dat jullie nog wakker zijn. Dat is dus zwart en bruin, uiteraard. De kop is opvallend zwart. Het borststuk is bruin, rosbruin. Ook de scopa, dus ook die achterpoortbeharing, is bruin. En opnieuw is dit ook een soort waar, net zoals bij dat vosje, een mannetje van het vosje had ook zo drie achterlijfsegmentjes. Zo. Had ook drie achterlijfsegmentjes die zo wat bruin behaard zijn. Wel bij deze tweekleurige zandbij is dat ook het geval. Maar dan dus bij de vrouwtjes. Nog iets opvallends, de fovea, weet je nog, die tractorsporen, die zijn bij deze soort echt heel smal en heel lang. Dus je ziet, waar dat pijl staat, dat is echt een heel fijn streepje, heel fijn, precies een snede van een mes die erin gemaakt is. Helemaal niet breed, maar echt heel smal, maar ook heel hoog doorlopend. Ook dit is een soort waar je op het eerste zicht zou denken van, je komt een beetje overal voor, maar je ziet wel dat er een de leemstreek dan, dat ze daar toch wel echt meer gevonden wordt dan echt in de pure zandstreek hier in Oost- en West-Vlaanderen of in de Kempen. Ze zijn natuurlijk daar nog niet genoeg gezocht. Een soort die daar eigenlijk sterk op lijkt, en als je geen idee hebt van de maten, dan zou je die twee wel eens makkelijk door elkaar kunnen halen, dat is een zwart-rosse zand. Die heeft ook twee kleuren, paars en wit. Dus, nee, zwart en ros dus. En je ziet ook opnieuw dezelfde zwarte kop, ros borststuk en rosse achter. Rosse beharing van de achterpoot, de scopa. Een groot verschil tussen de twee is, als je kijkt naar het achterlijf zelf, dan zie je dat er bij de zwart-rosse zandbij gewoon zwart is. Al die haren zijn zwart, dat zijn echt lange haren, dus niet kaal of zo. Dus al die achterlijfsegmentjes die hebben een lange beharing en die is zwart. Er zit dus geen enkel bruin haartje. De latijnse naam van deze soort, Andrena clarkella, ja, en de vorige, bicolor. Je ziet ook hier, 13 tot 15 mm, die is een fors stuk groter en vooral ook veel breder dan de tweekleurige zandbij. Maar goed, op een foto zie je dat niet altijd. Kijk gewoon heel duidelijk, heel goed naar de achterlijf. En dan zou je normaal gezien wel zien of daar bruine haren zijn, dan wel volledig zwarte haren. De zwartrosse zandbij is ook een van die soorten die gespecialiseerd is in het verzamelen van sterkmiddel van wilg. Dus die kan je ook echt vroeger in het voorjaar vinden, vaak in bossen. Dat is echt een soort die afhankelijk is van boswilg. En die maakt zelfs nestjes in het bos. Dus ik heb die al een aantal keer gevonden in de oevers van een beekje in het bos. En net omdat ze zo vroeg vliegen, maken zij hun nesten op het moment dat er nog geen blaren aan de bomen hangen, zodat er wel zon op de grond kan. Dus later in het jaar is dat een gesloten bladerdek. Daaronder denk je dat er absoluut geen bijennesten zullen zijn, maar in het vroege voorjaar ga je toch wel van die nestkolonies hebben, of nestaggregaties gezegd, beter gezegd, van die zwartrosse zandbij. Half februari, dat is een van de eerste soorten die je kan zien. Half eind februari kan je die soort echt al gaan zien. Ga naar bossen, daar waar boswilg zit, waar boswilg bloeit. De laatste week van april,
van februari, zo. Wanneer het al een klein beetje warmer aan het worden is, en dan kan je die soort echt wel vinden. Hier zie je dat er heel veel waarnemingen zijn, meer in het noorden van Vlaanderen, dus heel veel meer in de zandige regio's. En hier zie je heel duidelijk dat die ook liggen in die regio's waar dagstromend zand is. Dus echt pure leembodems, daar zitten ze volgens mij veel minder. Maar ze kunnen wel voorkomen in de leemstreek als er voldoende zand is. Het is echt een soort die dat zand nodig heeft om haar nest in te graven. De mannetjes, opnieuw een beetje een minder uitgesproken versie van de vrouwtjes. In de tweekleurige zandbij zie je zwarte kop, bruin borststuk en dan een beetje, ja, een beetje dezelfde beharing, dezelfde kleuren, dezelfde beharing op het achterlijf. Maar dat is veel minder opvallend. Dus die haartjes zijn veel meer verspreid, maar die zijn ook wel bruinig. Als je kijkt naar de antennes, hier onderaan het tekeningetje, dan naar boven de foto, dan zie je antenne lid 3. Dus dit hier is ietsje langer, anderhalf keer zo lang dan 4. Het spijt me dat dit wat meer over details moet gaan, zoals die antennesegmenten, maar mannetjes zijn nu eenmaal gewoon veel moeilijker te determineren dan vrouwtjes. En ook ik sla daar wel regelmatig de bal van mis. En voor mij, wijze basisregel, als ik niet 100% zeker ben over welke soort het gaat, dan verzamel ik een mannetje. Mannetjes die zijn ook minder belangrijk in mijn wereld. Moest deze naar lichter bruin dan het vrouwtje? Op het borststuk bedoel je? Ja. Ja, het vorige is meer rosbruin. Hè? Ja. Ja, dat is iets rosser, iets ja, rosbruiner, oranjebruin. Maar ja, dat kan misschien ook wel aan de foto liggen. Goed, de zwart-rosse zandbij. Dat is een beest waar ik heel lang mijn hoofd heb over gebroken. Over hoe je dat nu eigenlijk echt kan determineren. Want het is gewoon veel van de. Dus elk jaar krijgen we heel veel foto's binnen. Maar de eerste foto's die binnenkomen, dat is heel vaak de mannetjes van die zwart-rosse zanden. En dan heb je daarnaast die fantastisch mooie, duidelijke vrouwtjes. Want het is wel makkelijk om daar een groen vinkje bij te zetten. Ja, het is heel duidelijk zwart-rosse zanden. En dan komen deze hier en dan denk ik altijd, verdorie, ik heb een heel sterk vermoeden dat een mannetje zwart-rosse zand is, maar waarom? Maar intussen heb ik dit ontdekt, namelijk dat een deeltje van de achterschim, ongeveer vanaf halfweg, en dan ook de rest van de tarsen, dus van de achterpoot, dat die oranje zijn. Oranje-bruin, of rood-bruin. En dat gaat dus niet over de beharing, maar echt over het chitine panzer zelf. Maar dat zie je niet altijd. Op deze foto, ja, de box staat ervoor, maar zelfs op deze foto kon ik dat niet echt zien. Dus ik denk dat dat ook echt afhangt van de hoek waaronder je de foto maakt. En het is er ook niet altijd, vandaar dat ik het woord vaak heb toegevoegd. Maar als ik dit zie, een soort die vroeg, of een beetje dat vroeg in het voorjaar actief is, en je ziet echt een halve achterscheen, plus alle tarsen rood-bruin, dat zou wel eens die zwart-rosse zander kunnen zijn. Daarnaast, ja, lijkt het eigenlijk heel sterk op een mannetje van tweekleurige zanden, opnieuw, hè, hier wat bruin borstig. Je ziet wel dat de kop wat lichter bruin behaard is. En dat was bij tweekleurige zanden is die vaak volledig zwart. Althans, dat is wel moeilijk te maken. Bij de eerste generatie. De tweede generatie heeft vaak bruine haar. Dus de tweede generatie heeft vaak een mix van bruin en zwart. Voorjaar, eerste generatie is echt compleet zwarte kop. Hier zie je bruin, maar met zwarte haren aan de binnenkant van de ogen. Dus je moet je voorstellen, als je de kop hebt, dat je daar allemaal bruine haren, behalve de drie buitenste rijen haren, die tegen de ogen aanleunen, of aangrenzen, dat kan je hier een klein beetje zien, die zijn dan zwart. Er zijn nog wel wat soorten die dat hebben. Dus een bruine kop met dan zwarte haren. Voor diegenen die deze sleutel ooit al gebruikt hebben om te proberen een mannetje te determineren, dat is een van de hoofdkenmerken, een van de hoofdvragen om te komen tot de verschillende groepen. Heeft uw mannetje bruine haren op de kop of zitten er ook echt zwarte haren op die zijkant? Het achterlijf is ook bruin behaard, maar daar zijn geen haarbandjes, dat is een beetje een ijle beharing die zomaar wat in het wilde weg is precies.
Kijken we eens naar die antenne leren, dan zien we dat dat echt antenne lid 3 veel langer is dan antenne lid 4. Minstens 2 keer zo lang, of zelfs nog langer. De viltflexandbui, dat is dan weer een soort die heel opvallend is, heel duidelijk is. Een oranje-bruin borststuk, dat is al heel vaak teruggekomen, ik weet het, maar een oranje-bruin borststuk, een zwart achterlijf en dan op de zijkanten van tergieten 1, 2 en 3 heb je kleine viltige vlekken. Daar de naam viltvlek. Kleine toefjes haren die wit zijn, wit of grijs zijn. En die zie je eigenlijk het beste als je vanuit deze hoek kijkt. Dus als je daar schuin op kijkt, als je van bovenop kijkt, ga je die veel minder zien. Maar als je onder deze hoek kijkt, dan vallen die heel hard op. Als je zelfs een beetje van achter kijkt, vanuit een achterkant kijkt, als ik er zo zou opkijken, vallen ze zelfs nog meer op. Dan hangt er ook even vanaf onder welke hoek. Dus je moet, als je een groot beest vindt, want dit is ook 12 tot 15 mm, dat is een van de grootste zandbijsoort. Als je zo eentje vindt, dan moet je ook daar eens gewoon. Dat is trouwens een tip voor alle bijen, zeker voor alle zandbijen. Je kunt gewoon helemaal rond naar kijken. Niet aan de ene kant kijken en dan zeggen, ja, ik zie dit. Misschien als je het een klein beetje draait, zie je iets anders. Dus die viltige plekken zijn niet altijd even duidelijk, maar onder een zijhoek of een zijachterhoek zijn ze heel duidelijk zichtbaar. Het gezicht is grotendeels bruin behaard. Bij deze althans, hier zie je dat dat ook wel heel erg zwart kan zijn. Dus die kopbeharing is ook weer variabel. Iets wat typisch is voor de viltvlekzanden, maar ook nog een paar keer terug zal komen bij andere soorten, dat is dat die scopa, die beharing van die achterpoten, tweekleurig is. Namelijk aan de bovenkant, dus aan de rugzijde, is die zwart, aan de onderkant is die wit. Zien jullie dat? Okay. Ja. Ja? Je mocht ja zien. Bij deze foto zie je enkel de bovenkant. Dus ja, het is moeilijk om de witte onderkant te zien, maar hier zie je echt heel duidelijk dat die onderste helft, het onderste stukje, echt wit is. En we gaan straks in de quiz, het is een tip, hè? Let daarop. Ik ga er straks voor zorgen dat dat soort zaken wel echt zichtbaar is op de foto's. Dus een tweekleurige scopa, zwart bovenaan, wit onderaan, zwart achterlijf, breed, lang achterlijf, met een paar van die viltige haarvlekjes op de zijkanten van tergiet 1, 2 en 3. En voor de rest een bruin borststuk en een bruin of een zwarte kop. Op die laatste foto van die viltvlekjes, zie je het toch? Nee, klopt. Ik zei daarnet, afhankelijk van de hoek, maar ook ja, de vleugels hangen erover. Hier hangen de vleugels erover. Ik ga hem echt over de stukjes daarin. Maar als die vleugels erover hangen, dan is het heel moeilijk om op te zien. Vleugels over een achterlijf laten, of enkel zo foto's geven, of enkel zo kijken naar iets, dat gaat echt een half van de kenmerken van het achterlijf gewoon verbergen. Dus probeer, ja, we moeten niet altijd een naald doorprikken. We zijn hier vandaag op de veldkenmerken. Maar dus als je het vastneemt, dan gaat dat beest sowieso zijn vleugels wel eens openen, dan kun je echt kijken wat er op de achterlijf te zien is. Hier heb ik bijgeschreven leemsteek, vraagteken, want de kusttuinen en hier bijvoorbeeld Noord-Limburg is uiteraard helemaal geen leemstreek. Ik dacht dat het echt een soort was, beperkt tot de leemstreek. En opnieuw die, samen met die weidebij op grote paardenbloemvelden, maar kaart. Echt iets anders. Ik vind het moeilijk om hier een patroon in te vinden, dus daar ga ik ook over zijn. De mannetjes hebben ook wel iets weg, hebben ook wel een beetje die viltige vlekjes. 1, 2, 3, die drie eerste segmenten op de zijkant. Ze hebben ook dat bruinige, frosbruinige voorstuk, maar opvallend, ze hebben een hele lichte kop, maar echt een bijna witte kop. Met op de zijkanten ook weer die zwarte haar. Dus de vorige keer, bij de vorige soort, was het bruine haar met zwarte haarrijtjes tegen de ogen. Hier is het witte haar, maar ook wel weer met die zwarte haarrijtjes. En dan kan je zien, nou hier is het eigenlijk net zichtbaar, dat dit hier. Hier zie je dat er een paar zwarte haren voor zitten. Uiteraard is dat veel makkelijker om het op deze manier te zien. Niet frontaal te bekijken, maar echt naar een hoek te kijken, dan zie je echt die zwarte, zie je daar echt zo'n lijn van zwarte haren in. Wit en dan langs de andere kant weer
zwart haar. Gaat het vlot? Nee. Bij mij toch? Ik weet dat jullie het allemaal niet kunnen verwerken. Dat zien we straks. De wimperflankshandelen, dat is ook weer een soort die enorm veel verward wordt met andere soorten. Dat is een van de meest vermaakte foute determinaties. Merk ik zelf ook bij mezelf trouwens. Dat is de wimperflankshandel, de Andrena dorsata. Nu, er is één makkelijk kenmerk, maar dat niet altijd makkelijk te zien is. Het zit al in de naam. En het tip, het is niet zandbij, maar het is het eerste wimperflank. Op de flanken, meer bepaald hier, hè, ja, het is het borststuk, de achterhand van het borststuk, hoe heet dat ook alweer? Op een deel. Staat er. Ja, op een deel. Inderdaad, daar heb je op de flanken, dus links en de rechterflank, heb je wimperharen. Wat zijn wimperharen? Oh, ja. Lange beharing die een soort korfje vormt, hier op de zijkant, waarin ook letterlijk stuifmeel verzameld wordt. Dus je ziet, ja, Karel schiet wakker. Ja. Het klopt dat dat beest niet alleen in zijn scopa stuifmeel verzamelt, maar ook in dat korfje. Trouwens, de meeste van die zandbijen verzamelen niet alleen stuifmeel in de scopa, maar ook vaak in hun floculus, dus in die okselbeharing, als ze die hebben natuurlijk. Want er zijn ook zandbijen die een heel korte floculus hebben. Daar zien we straks nog een paar soorten, een paar voorbeelden van. Maar dus dit is echt een soort die niet alleen die een achterpoot gebruikt en hier die een oksel, maar ook echt hier van boven, dus bijna in zijn rugzakje hier zo op zijn rug, daar ook stuifmeel in verzamelt. Dus soms, ik denk dat dat, ik kan nog niks verklappen. Soms kan je dus echt op foto's zien dat dat stuifmeel letterlijk tot hier van boven op dat borststuk erin gepropt is. En dan weet je wel, als dat echt, dat is geen stuifmeelkorrel die daar per ongeluk terecht gekomen is, dat is echt verzameld. Wel, dan zou dat wel eens de wimperflankshandbij kunnen zijn, die dat in zijn wimperflankjes gestopt heeft. Naast die wimperharen die je dus hier ziet, en daar dus ook, heb je ook de bovenkant van dat propodeum, dat voor mij een heel typische beharing is. Dat, is echt, dat zijn brede haren, dat zijn eigenlijk bijna stekels. Het zijn nog altijd haren, maar het zijn wel brede stekels. En die hebben zo een raar kleur. Ik vind dit hier, als je dat ziet in vergelijking met de rest, daar zit echt zo een diep rood-bruine kleur. Het kan ook aan mij liggen, maar ik vind dat heel opvallend. Ik vind elke keer als ik zo'n beest zie, zelfs nog voordat ik die korfjes heb gezien, heb ik altijd eerst deze haartjes gezien. Daar sta ik zo'n broske haren zo. Vooral in contrast met de rest van het borststuk, wat dat bijna helemaal kaal is. En dat is niet omdat dat een afgebroken dier is, een ouder exemplaar is. De wimperflankshandbij heeft gewoon bijna geen haren op haar borststuk. Er zijn nog een aantal zaken, namelijk, vooral dit hier, de vorm van uw achterscheen. Bij de meeste bijensoorten, bij de meeste zandbijensoorten, is dat. Is geen parallel, dus het is slank en is dus de boven- en de onderkant gewoon parallel. Hier zie je heel duidelijk dat hij in een driehoek zit. Dus onderaan is hij veel breder dan boven. Dus je gaat echt breder open en je vormt echt een driehoekje. Dat kun je hier ook zien trouwens. Dat is echt zo'n driehoek dat er in die scheen, de vorm van die scheen is. En die scopa daarop, dus die beharing, is eigenlijk vrij licht, is vrij ijl. Er is geen echt dichte, duidelijke scopa. En die is licht gekleurd. Het woord strookleurig noemen. Oh, niet mijn slide. Ja. Kort en strookleurig. Dus zo niet wit, het is niet grijs, het is niet bruin. Het is strookleurig. Zullen je daarmee kunnen leven? Heel vaak heb je dus niet alleen die driehoekige achterscheen, maar ook de tarsen daarna, die oranje zijn. Oranje-bruin. Dus hier zie je dat, oranje-bruin. Hier is zelfs de scheen ook voor een deeltje oranje-bruin. Hier is die scheen zwart, maar de tars van de achterpoot zal wel altijd, in alle tarsen, zijn wel oranje of rood achterpoot. Het is een soort met twee generaties. Dus het is een soort ook weer eentje met een voorjaars- en een zomergeneratie. En wellicht is het feit dat al die soorten met twee generaties, dat die in onze top 30 voorkomen, wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat mensen gewoon veel langer de kans hebben om ze te zien. Als je de voorjaarsgeneratie gemist hebt, maart, mei, juni, kun je altijd in augustus nog een keer die soort, de tweede generatie nog een keer zien. Nog één dingetje over het achterlijf. Een zwart achterlijf, donker achterlijf,
met haarbandjes, maar je ziet dat die haarbandjes onderbroken zijn. Dus die, dat is niet omdat er een oud exemplaar is, dat is gewoon zo. Die wimperflankzandbijen zien er snel oud uit, hè, want je denkt, ja, hier, de beharing hier is weg, de beharing aan die achter, die bandjes zijn weg, en dat is wat ik daarnet al gezegd heb. Dat is in de eerste plaats waar ze slijten. Superverse, kakelverse wimperflankzandbijen hebben dit uiterlijk. Breed onderbroken haarbandjes op tergiet 2 en 3. En soms loopt dat op tergiet 4, dus het vierde is het 1, 2, 3, 4. Soms loopt het vierde volledig door, maar vaak is dat ook een beetje onderbroken. Dus dan krijg je bijna vlekjes op de zijkant. Waar stopt die tergiet? Maar waar wordt die bij vermarkt dan? Bij van alles en nog wat. Iedereen plakt daar gewoon een naam op. De meest random namen heb ik daar al op gezien. Ik zit zelf ook vaak te kijken van, goh, wat zou dit nu ook alweer kunnen zijn? Ah ja, ja, ik ben vaak samen. Ja, als je het zelf hoort, dan lijkt het wel duidelijk. Ja, maar dat heeft mij dan nooit iemand zo uitgelegd. Dus jullie hebben geen excuses meer. Ja, gewoon die banden zijn echt aan de uiteinden van de tergiet. Ja, klopt. Als ik spreek over haarbandjes, wat ik misschien eerder moet uitleggen, haarbandjes staan bij zandbijen altijd op de achterrand van de tergiet. Dus wat je hier ziet, is een eerste tergiet, eerste achterlijfsegmentje, zonder haarbandje. En een tweede, waar het echt helemaal op het einde, zo bijna overlappend dan op een derde achterlijfsegment, maar het staat nog op het tweede. De voet van de haar staat op het tweede en het ligt over het derde. Dus je ziet echt dat die haarbandjes echt heel duidelijk op de achterrand van je tergiet staan. En dat is bij alles anders. Ook bij die grasbij bijvoorbeeld. Als er haarbandjes zijn, staat altijd achteraan. Er zijn andere groepen waar de haarbandjes vooraan staan. Maar. Maar ik dus voor volgend jaar. Yes. Ja. Op uw zijaanzicht, waar kun je daar eigenlijk goed uw wimperflank zien? Want daar staat zoveel haar. Ja. Op die foto? Ja. Niet. Ah ja. Zo, onder de vleugel. Ja, daarachter. En waar is dan dat ros uitsteeksel daar van achter, wat je dan kenmerkend? Ook die wimperflankzandbij, daar had ik zelfs het idee van, ah ja, dat is duidelijk, dat is een leemstreeksoort. Toen plotseling dit kaartje, en toen dacht ik, dat is de zandstreek, dat is de kust, dat is in de Kempen. Dus ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het zwaartepunt wel ligt in de leemstreek, maar wat dat ook kan zijn, is dat het zwaartepunt van de zandbijenwaarnemers in de leemstreek ligt. Het is altijd zo, ja. Ofwel ligt dat aan ons. Nu, ik ga even gewoon aanduiden waar we heel veel zandbijenwaarnemingen hebben op de kaart. En dat is iets, een plek die je vaak zo terug zien komen. Dat is hier. Dat is Henk Waleisland, is dat? Dat is het kanaal Brugge-Gent. Brugge-Gent, dat is geen voetbalmatch. Dat is ook een voetbalmatch, Gent-Brugge. Maar dat is ook Gent-Brugge, dat is het kanaal. En daarlangs heb je heel veel zand. Heel veel zand dat uit het kanaal gekomen is, dat daarop ligt. Waar heel veel zandbijen voorkomen en waar Henk Waleis heel enthousiast veel zandbijen zoekt. Mooie foto's van maakt en ik gebruik die hier allemaal. Dank u Henk. Ik ben daar voor toestemming te geven. Daarnaast heb je hier het Hageland, waar Pieter van Ormelingen en ikzelf al zeer actief zijn geweest. En we hebben ook al een paar excursies gehad. David is dat ook al wel wat geweest. En dan heb je hier Joost Reiniersland. Dat is Klein Brabant, heet dat. Dat is niet zo ver van hier eigenlijk. De grens tussen Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen, rond de Schelde. Daar zijn al heel veel zandbijen gemeld door Joost Reiniers. Dus je gaat wel heel vaak dit, dat en dat plekje zien terug. Dat komt. En Beersel, dat is hier, hebben we ook een groot project gedaan. Dat is eigenlijk wel grappig dat je op die kaartjes meestal de projecten of de waarnemers kan vinden. Dit is Tim. Als ik je naam niet vernoemd heb, dan moeten we nog eens uit de pijp komen. Of moet ik mij excuseren, dat kan ik ook.
Goed, Zwerverflank staan bij mannetje. Kent. Ja. In de gids staat geen woord over die winters. Is dat dan een onbetrouwbaar kenmerk? Of is dat gewoon te moeilijk om te bekijken? Of om te omschrijven, ik weet het niet. Ik vind het, bril. Eens dat je het gezien hebt, eens dat ik het gezegd heb, hier is het heel duidelijk, ja. Daar is het heel duidelijk. Zelfs daar kun je het eigenlijk zien. Dus echt, het staat in de sleutel, in deze kastjesliteratuur, daar staat het gewoon heel duidelijk in als kenmerk voor de hele groep. Want er zijn nog een paar soorten, maar die zijn extreem zeldzaam wel. Maar er zijn nog een paar wimperflankzandbijen. En het is al een kenmerk van de groep. Als je dat ziet, is dat vrij voorrang om te slippen. Het zijn er al nog, maar zo met heel lange beharing op het probleem. Ja, maar nooit. En de zorg dat je al soms de mensen. Bovenaan of zijkant? Daar van onder. De flanken. Ja. De echte bezekker. Ja. Ja. Maar die zijn normaal gezien nooit zo gekromd. Want het is niet alleen zo dat die haren in een hoek staan. Je hoort het heel 3D en plastisch. Maar die haren zelf zijn ook gekromd. Dus je hebt zo, je hebt echt. Die haren klitten zo in elkaar, waardoor dat er daar eigenlijk echt een korfje in is en waardoor je dat vol kunt proppen. Dat is echt gewoon een rugzakje dat er in de zijkant staat. Ja, voilà, maar als je dan die foto krijgt, de sleutel, is dat niet zo duidelijk als je het dan verlegt, maar het moet maar ook echt kaal zijn onder. Ja, dan kun je daar zo in kijken en dan zijn inderdaad kaal. Maar toch bij die andere is dat dan niet kaal, maar ja, totdat je dat dan doet, en je bent geen nest. Maar vanaf nu niet meer. Ja. We gaan straks is de quiz en dan moeten we maar zien. Ik denk. We hebben nu zoveel over dat wimperflankje gesproken dat jullie straks allemaal tezamen op tafel gaan springen. Wat mij meestal wel opvalt is dat die wimperflank lichter is van kleur. Dat is echt zo lijkt een bleek vierkant aan haren ten opzichte van de borst. Zelfs als dat geen stuifje is. Want de rest is echt zo dat donkerbruin. Ja, het is niet echt roze, vind ik, maar het is echt zo diep roodbruin. En vooral hier dat stekeltje, het stekeltjeshaar. Ja. Dat gaat lukken dan straks. Nou, goed. Die mannetjes, dat is een ander paar mouwen natuurlijk. Wimperflankjes hebben ze niet, want ze verzamelen geen stuifveel. Brosken, kort stekeltjeshaar op bovenkant proppen, die hebben ze niet. Dat wordt moeilijk. Kop. Die is volledig bruin behaard, dus geen zwarte haarrijen. Borstik is gewoon bruin, dus het is een heel moeilijk beest. Maar wat ze ook wel hebben, is net zoals de vrouwtjes, zijn die onderbroken haarbandjes. Dus bij die grijze zandbij van daarnet, dat ze zo kleine toefjes haren op de zijkant. Dit zijn echt. Dit is de aanzet van haarbandjes. Maar die haarbandjes lopen niet door. Want midden zijn die onderbroken, maar ze beginnen wel naar elkaar toe te lopen in lijntjes. Achteraan, helemaal op de achterrand van de tergiet. Ja, Andrena dorsata. Je kan ook altijd kijken naar de achterpoot. Namelijk, dit zijn de tarsen. Dus hier zit de schenen. En dit zijn de tarsen. En dan zie je dat die... dit tarslid eigenlijk heel erg lang is. En ook dit tarslid hier, mijn pijltje staat verkeerd, dat moet daar staan. Tarslid 2 is dat. Dat is 4 keer zo lang dan breed. Ik weet, dat is een detail. Maar als je twijfelt, probeer een foto te maken, een duidelijke foto te maken, van de achterpoot. En dan zouden we normaal gezien dit soort zaken wel kunnen bekijken, zodat we een meetlat kunnen naastleggen en dan zal dat meehelpen bij de determinatie. Maar opnieuw, er zijn een aantal harde kenmerken, strikte kenmerken, maar die zijn veel minder makkelijk te vinden dan, minder makkelijk te zien dan het algemene veld kenmerken. Je ziet dat ik vind dat daar zelf niet goed bij. Als ik dat niet 100% kan uitleggen aan jullie, want dan vrees ik ook dat jullie daar niet zo vlot gaan. Want ik ga nu al zeggen, straks in de quizjes ga ik mij focussen op de vrouwtjes vooral. Mannetjes zijn sowieso moeilijk, ook voor mij, de van de dijken zijn. Ja, niet echt alle. Goed, mij door een zandbij. Daar ga ik beginnen met iets te zeggen dat jullie nooit meer gaan vergeten. Stinkt naar geiten. Als je een mij door een zandbij in je neus duwt, of je moet ze zelf niet in je neus duwen, want iets daarvoor is ook al goed, dat stinkt naar geiten. Meer bepaald naar een bok.
Dat is de mannelijke geit. Dat stinkt echt gewoon naar een goede bok. Ik heb daar een keer een discussie mee gehad op een excursie. Iemand die zei, ja, ik weet niet wat dan een bok is, maar wel een geit. En ik zat er maar in details aan het gaan. Maar het heeft echt een hele specifieke, hele aparte geur. Eigenlijk echt een geur waarvan je denkt, wat is deze? Oh, misschien een meidoornzand. Het is niet de enige soort die dat heeft. Maar het is wel de soort waar ik het eerst van ontdekt had. Of zelf gemerkt had, van, goed, ja, dat is precies toch wel een vreemde geur. Kun je niet dan het mannetje en het stouten? Ja. Gelukkig wel. Want daardoor heb ik sneller leren mannetjes determineren van deze soort. Omdat ik dacht van, oké, dat vrouwtje, er is een hele reeks van kenmerken dat ik in het veld kon gebruiken. Toen had ik eens een mannetje vast, dacht ik, ja, wat is dit? Hé, hey, wacht. Dat zijn feromonen, hè? Dus dat zijn de geuren die zij gebruiken om te communiceren met elkaar. Of, ja, of elkaar op te geilen. Nee, ze gebruiken dat, wij gebruiken de geuren echt als communicatie. Dus ze ruiken naar hun antennes, die trouwens, tweede kamer, heel erg lang zijn, of relatief lang zijn, bij een meidoornzander. Dat valt misschien hier niet op, maar ik weet dat ik, van zodra ik dat uitleg aan mensen, en van zodra ik toon van zin, dat zijn toch relatief lange antennes voor een vrouwtje, dat iedereen dat wel begint te zien. Het is een fractie verschil misschien in lengte, maar ik vind dat heel opvallend. Zelfs op foto's zie ik altijd dat ze een veel te lange antenne voor een normaal vrouwtje te zijn als een meidoornzander. Die zandbijen ruiken dus bij hun antennes en die gaan dus zo ook gaan communiceren met elkaar, of elkaar gaan vinden om te kunnen paren. En dan stinkt ze dus naar geit. Dus gaat mij af, zou er dan een boerderij met geiten meer zandbijen zijn? Ja, daar had ik me niet over nagedacht. Ja. Bij hen bijtjes, mannetjes en vrouwtjes, zit er een orgaan die de helft van de achterlijn neemt. En daar komen die bij elkaar rond. Maar dat er ook zoveel uit de kan blijven naar uit. Dus de vraag is: krijg je dat lege schouder? Dat is dus de vraag. Hè. Pas maak ik even een foto gemaakt trouwens. Kunnen jullie ook? Oh, ik wil twee foto's maken. De ene is de serieuze foto. Dus je moet helemaal gewoon even serieus doen. En dan daarna moet er nog iets anders doen. Yes. En nu mogen jullie allemaal hun duim uitsteken aan mij. Zo. En goed bezig. Als we nu vinden dat het niet goed is. Ja, oké. Nee, het is niet voor mij. Hè. Dus ga dat straks. Ga dat straks wel zien. Voor ik dan nu. Goed, die meidoornzandbij stinkt naar geit. Is relatief groot. 13 tot 14 mm. Heeft lange antennes. Heeft een kop met bruine en zwarte beharing. En heeft, waar hadden we dan nog gehoord? Tweekleurige scopa, zwart bovenaan, wit onderaan. Waar hadden we dat ook alweer gehoord? Nitida? Ja, Nitida. Of Filflex Zandbij, die had er inderdaad voor. Ja. Een beetje vooruitlopen, want ik wist er straks. Hè. Het borststuk is bruin en het achterlijf, dus eigenlijk lijkt dit beest op een honingbij. Daar moet ik misschien even bij zeggen. Ik heb al een paar keer ontdekt dat ik heb op aankondigingen van imkers, voor imkerscursussen, al af en toe een meidoornzandbij zien staan. Dus de imkers zeggen van, ja, kom al naar hier om iets te leren over onze honingbij. En dan proppen ze er een Andrena Scotica of een meidoornzandbij op. Dan denk ik, hoe gelukt. Allee, van dat beest, want dat lijkt eigenlijk, heeft wel ergens iets van een honingbij. Nee? Ja? Ik heb moet zoeken, hè. Ja, je moet zoeken, maar dat is wat. Ik heb die foto al gezien en ik was verbaasd eerst, maar toen dacht ik, ja, ik snap het wel een beetje. Maar goed, die imkers moeten maar naar hier komen, de zandbijkers. Het achterlijf heeft, dus elk achterlijfsegment heeft een korte beharing. Geen haarmatje, maar echt volledig behaard. Maar die achterlijfsbeharing is anders van kleur op de eerste drie of vier, vaak vier, achterlijfsegmentjes versus het laatste. Dan zie je, het is bruin, bruin, bruin. Hier is de formatie nog wel wat bruin. Nee, dat is 1, 2, 3, 4. Dat zijn de bruine. Hier is nummer 5, dat is de zwarte.
hier is het wel moeilijk te zien, maar 1, 2, 3, 4 zijn bruin behaard. Het vijfde is zwart behaard. Dus dat contrast tussen de eerste vier die eigenlijk bruin, kort maar bruin behaard zijn, en de laatste dat kort en zwart behaard is. Dat moet je normaal gezien zien. Als je dat ziet, ruik dan een keer, dan ga je die geiten ruiken, en dan ga je denken van, tja, die antenne zo lang, die scope is twee kruiden. Dan moet je zelfs niet eens meer kijken naar die antennelietjes. Dan weet je al, ik heb een meidoorn zandbij vast. Zeker als er iemand heeft gezegd, pas op jongen, dat is een honing bij, dat gaat steken. Dan is het deze. Meidoorn zandbij, opnieuw een beetje een vraag. Leemstreek of niet? Ik vind dat er ook weer te veel zand in zit. Dus ik dacht op voorhand dat het een leemstreeksoort was, maar blijkbaar heb ik me niet vergist. Een soort die daar sterk op lijkt, is een zwart bronzen zandbij. Onder andere een Microanea. De moeilijkste schrijf te schrijven naam, Andrea Microwaienea, zo moet je het schrijven. Die heeft ook iets weg van een honingbij. Stinkt naar geiten, is groot, vliegt ongeveer dezelfde periode als die bij door een zander, maar heeft, en heeft ook, en zie je die, dat sterke contrast tussen de eerste drie of eerste vier achterlijfsegmenten die bruin zijn en de laatste dat zwart is. Dus je denkt, ja. En je hebt niet twee keer hetzelfde getoond. Nee. Dank je, Kurt. Hier zie je de scopa, dus de achterpoortbeharing, is volledig rosbruin. En die was bij die andere soort twee kleurig. Dus je ziet eigenlijk in het algemeen zeer gelijkende soorten. Maar dan moet je kijken naar die achterpoot en dan zie je toch opvallende verschillen daar. Ofwel volledig rosbruin. Bij de zwart bronzen zandbij, oftewel zwart-wit bij de meidoorn zandbij. De kop is meestal zwart behaard, maar kan ook bruin zijn, dus ook daar lijkt hij heel sterk op de meidoorn zandbij. Als je eenmaal een patroon ziet, moet je het roepen, want ik zie het. Bij sommige soorten zie ik het heel duidelijk, bij deze bijvoorbeeld, is het, ik zie vooral Henk, ik zie vooral de waarnemers. En ook wel in Limburg, daar merk ik wel, dat is een van die soorten die we in Limburg meer vinden, en aan de kust meer vinden dan andere soorten. Goed, die mannetjes van die meidoorn zandbij en die zwart bronzen zandbij, die zijn ook weer veel moeilijker om te determineren, veel moeilijker om op naam te brengen. Opvallend zijn die lange antennes, maar goed, ja, die, het is een mannetje, dus mannetjes hebben altijd langere antennes dan vrouwtjes. Kop en borstjes, bruin behaard. Ja, er zijn nog wel wat soorten die we hebben. Die poten zijn gelukkig allemaal donker, dus daar zit nergens oranje in. Die fimbria, dus dat poepje, poepbeharing of kombeharing, is ook weer bruin. Tja, moeilijk. Ik kan er ook wel eens aan ruiken, want ook deze beesten ruiken dus stinken dus naar geiten. En als je een sterke loep hebt, moet je eens onderaan kijken. Dat is het laatste sterniet, dus dat betekent onderaan, het laatste achterlijfsegmentje. Hier dus, een heel kleintje. Als je daarin kijkt, dan zie je dat er echt zo een V van verandering is, dat zeker? Voor de Vlaming, die de politiek wel voelt. Dus dan zie je echt gewoon een diepe V in het laatste buiksegmentje, het laatste sterniet. Ook opvallend, korte kaken, vrij korte kaken, die echt zo'n dubbele tand hebben. Dus het is niet, die niet op één puntje eindigen, maar die op een dubbele tand. En dit is hoe we een dubbele tandige bij kunnen. Een dubbel tandje. Zwart bronzen zandbij. Voilà, die lijkt eigenlijk heel sterk op het vrouwtje. Ook hier, die ruikt weer net zoals dat vrouwtje naar geit. Die is wat ruiger behaard, dus minder echt mooi met korte, gelijke schoren beharing, maar echt zo'n beetje lange haren en korte haren, alles door elkaar. En opvallend ook, die kop is echt bijna volledig zwart, met dan een paar kleine bruine haartjes hier. Dat hadden we ook al gezien bij mannetjes van de... Weet er iemand nog? Van het vorige stuk? Zwart, 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 en dan hier bruin. Ja, van de grasbij. Inderdaad, de grasbij had ook hier een bruin toefje haar in het midden, en dan daar rond allemaal zwarte haar. Maar dit is veel groter dan de grasbij. Dit heeft geen opvallende... haarbandjes zoals die grasbijmannetjes wel hebben. Dit is echt een beetje een ruig behaard bruin-zwart beest. Ik zie wat wanhoop in sommige mensen. Dat is normaal.
Want dit zijn de soorten waar dat we ook zelf als validators zelf het meest, allee, van de meesten die in deze groep behoren, het meest ongedetermineerd laten werken. We kunnen ook op basis van veel van de foto's gewoon niet bepalen wat het eigenlijk is. Dus, zo wie het. Zoeken naar vrouwtjes. Is mijn tip. Hoe is helemaal anders? Iets veel opvallender. Dat is een klein beestje met een rode buik en die heet het. Ja, een roodbuik. Goed. Ik ben klaar van boven. Een roodbuikje of Andrena ventralis. Daar heeft het vrouwtje een opvallende rode tekening aan de onderkant van het achterlijf. Dus de eerste achterlijfsegmenten, de eerste sternieten, die zijn rood. Maar die kunnen soms ook, dat kan ook soms bijna volledig zwart zijn. Dus je moet, soms zie je daar maar echt een heel klein beetje rood. Soms is er zoveel rood dat het rood zelfs naar de bovenkant overloopt. Wanneer je zelfs de tergieten op de bovenzijde, zoals je hier ziet, dat die ook rood zijn. Voor de rest is het eigenlijk een heel eenvoudig beest om te beschrijven, namelijk sneeuwwit. Voor vea, tractorspoortjes, zijn sneeuwwit of zilverwit. De schopa, achter pootbeharing, is sneeuwwit. De haarbandjes, smalle haarbandjes, is zilver of sneeuwwit. En het borstdik is, ik dacht dat pimpelpaars gezegd, sneeuwwit. Ja. Dus, combinatie van veel rood, een zwart beest, maar echt rood op het beest zelf, niet in de beharing. En voor de rest, hele witte beharing. Vroeg op voorjaar, gespecialiseerd op wilgen en een vrij klein en slank beestje. Eigenlijk een vrij eenvoudig iets om te determineren. Eerder gelinkt aan de zandstreek, of aan dagzoom het zand. Hier had ik gezegd dat we die heuvels, die dingen zo die niet plat zijn, die dijken, maar die dan zo in de hoop liggen. Dus die heuvels, dat we die daar vaak op vinden. Dit is de Vlaamse zandstreek, dat kanaal Gentbrugge. Hier is ook heel veel dagzoom het zand. En dan zie je in de campen ook veel zand waar wil je staan, kom je die beesten tegen. Die mannetjes hebben vaak ook dat rood aan de sternieten, dus rood aan de buik. Maar dat ontbreekt daar veel vaak. Dus bij vrouwtjes ga je daar altijd wel iets van rood zien. Mannetjes kunnen soms volledig zwart zijn. En dan wordt het moeilijk. Als een mannetje dat hier volledig zwart is, ja, dan ga je niet meteen denken aan een rood buikje, want het heeft geen rood buikje. Maar toch kan het een rood buikje zijn. Dat is niet wel moeilijk te maken. Hoe kan je dat dan zien? Wel, het is eerst en vooral een heel smal, een lang beestje, 7 tot 10 mm. Eerder vaker 7 dan 10 mm. Smal, of ja, kort en ook heel smal, met een gigantisch grote kop. Je ziet hier, dat beestje is smal en dat heeft echt zo'n joekel van een kop erboven staan. Als je aan de voorkant van die kop kijkt, dan zie je dit. Dan zie je welke kleur. Wit. En over wat heb je het dan? Ik vind beers. Ja. En dan zie je nog iets. Dat ook wit is. De baard. Of de snor. Ja. Of een snor. Hè. Dus die heeft en witte beharing. En een onderdeel van het beestje zelf, dus van het panzer zelf, is ook wit. Geel-wit. Het is niet echt wit-wit, maar het is een geel-wit. Dan zie je dus een geel-witte tekening met en in dat geel wit stukje twee zwarte bolletjes. Hier zie je de tekening, daar zie je de foto. Zoek die vijf verschillen. Er zijn er geen. Er zijn geen verschillen. Dus dit moet overeenkomen. Voilà. Dus grote kop, witte baard, geel wit clypeus. En dat is beperkt tot het clypeus. Het loopt niet door op de rest van de kop. En die twee zwarte puntjes. Als je dat ziet, vaak ook een beetje rood hier, heel kaal, heel weinig beharing, dan heb je een rood buikje. Als je dan toch een rood buikje vast hebt, kijk ook eens naar zijn nek. Waar zit de nek van een bij? Achter de kop. Waar het bij ons zit, achter de kop. Allee, aan de kop vast. Met een antwoord maar al wat meer. Wie heb ik nog niet uitgemaakt? De Limburgers, de Brabanders en de Oost-Vlaming. Uw tijd komt. Ik zeg West-Vlaming erbij. Wat zeg je? Ik zeg je. Zit je van Brugge? Zit je van achter? Ja, maar en voilà, hij zit ook van achter. Goed, ik doe mijn best om iedereen gelijk te behandelen en iedereen uit te maken.
Goed, dus hier die nek, die brede nek, daar heb je... Maar dat is niet altijd even makkelijk om te zien zonder dat je de kop eraf trekt. Dus dit dat probeert dan niet te veel in het veld. Maar dus net achter de kop, dan kan je in de nek zien dat er echt zo'n plooitje is. Er zit echt zo'n groot plooitje. Het pronotum heet dat. En daar zit zo echt een plooitje in de, bij die roodbuikjes. Niet simpel om te zien. Niet proberen bij een levend beest als je denkt dat je zijn kop er gaat aftrekken. Maar de andere kenmerken moet volstaan. Waarom dan ook nog dat pronotum? Dat is toch wel duidelijk? Of is er nog een andere soort die er goed op lijkt? Nee, maar ja, goed. Als er een opvallend kenmerk bij is, ga ik dat niet geven. Nee, want het zou zijn dat er een soort is die er dan op lijkt. Nee, wat je, niet zo helemaal is. Wat je wel hebt, en dat ga je vanaf nu, dit beeldje ga je nog zien. Ah, ja. Maar dan anders. Ofwel veel groter, ofwel is het beest gewoon recht zo groot als dit beest. Ah, ja. Oftewel is er ook geel-wit naast dat beest. Dus je moet heel goed kijken. Hier, zie je, hier is het duidelijk. De volgende soort toevallig, daar gaan bij het mannetje, dan ga je straks zien dat er bij dat gele kleinetje verder loopt. Dus het is heel, je moet echt heel goed kijken naar die kop. Ja. Goed, een goudpootzander. Neel het op voor de West-Vlamingen gereed. En geen aan de neer. Goud, niet hond, maar goudpootzander. Hij heeft dus geen houten poot, maar een gouden poot. Ik krijg me stoppen. Dus wat betekent dat dan? Dat zijn achterpoot, zoals zijn achterscheen als zijn achtertarsen, dat die oranje zijn. Oranje is dan goud, hè? Oranje. Maar die zijn ook wel oranjeachtig behaard. Je ziet, hier zie je wat doorschijnt, het is vloe, ik weet het, het is onscherp, maar hier zie je wel duidelijk dat er een oranje poot is. En hier zie je dat die poot zelf ook nog eens oranje behaard is. Dus de scopa is oranje, goud oranje. Maar de poot eronder is ook goud oranje. Wat is de naam? Chrysoschelus. Chrysoschelus. Ja, Chrysoschelus. Ja. Ja, Latijn is dus heel vloeiend. Het is Grieks eigenlijk. Ja. Bij Grieks ook. Ypsilon. Ja. Chrysos is goud. Mexicaans? Mexicaans? Nee. Er is ook geen tijd voor moppen, anders zou ik nog een paar moppen maken. Straks in de pauze dan kan ik eens moppen. Goed, voor de rest, je hebt niet alleen de gouden poten, de chrysoschelus. De gouden poten, is dat zeker? Ik weet niet wat celus is. Chrysos is goud. De gouden dingen. Zwart. Je hebt ook een zwart achterlijf dat opvallend glanzend is, waar ook heel veel puntjes in staan. En dat kan je, je zijn met blote oog, hier kan je dat zien. Ik dat jullie dat ook zien vandaag. Maar je ziet dat dat heel dicht bestippeld is. En dat kan je normaal gezien bij een loepe ook wel zien in het veld. Dus je ziet zo'n zwart glanzend achterlijf, dan zie je al die puntjes die dicht bij elkaar staan. En opnieuw, die haarbandjes die fijn zijn, en die vooral op het tweede en het derde tergiet onderbroken zijn. Dus je ziet goed doorlopen op het vierde, bijna volledig doorlopen op het derde, breed onderbroken op het tweede, ontbreekt op het eerste. Maar dat is ook iets wat al een aantal keer terugkomt. Dus je ziet dat dezelfde god uit toen hij de bijen maakte. Of wie dat de bijen ook gemaakt heeft. Je kunt natuurlijk niet oneindig veel kenmerken uitvinden, dus je ziet altijd dezelfde kenmerken. Het is vooral zaak nu voor ons om de juiste kenmerken, de combinatie van de juiste kenmerken te onthouden. Succes! Heeft dat te maken met hun genetische verwantschap? Waarschijnlijk, ja. Dus die bijen zijn allemaal nauw verwant aan elkaar, dus waarschijnlijk moet datzelfde bouwplan wel een paar keer gebruikt geweest zijn. Ik begrijp wat ik wil zeggen. Dezelfde voorraders. Ja, dezelfde voorraders. Die goudpootzandbij, die had ook de goudstaartzandbij kunnen noemen, maar die naam was al gekozen door iemand anders, de Chrysopyga. Iedereen een Chrysopyga. Ja, Chrysos. Ja, goed. Deze heeft dus ook een oranje achterlijfspunt, oranje fimbria. En ook hier heb je oranje vleugeladers. Die hadden we daarnet bij dat roodgatje ook al, die hebben we bij de goudpootzander ook. Dat borststuk, dat is ook heel kort behaard. Dat hadden we nogal eens gezien. Dat was bij de... Ja, het zit ver. Bij de... Nee. Twee kleuren? Een bully tand. Bij de wimperflankshanden. Oh. Die heeft jullie net een losse. Wat zeg je? Ik kreeg al
spatpunt, want daar doen we maar hier is dat. Borst, ja, op de borststukjes zijn niet zo los. Ja, dat is een minpunt voor mij. Extra punten voor mij. Ja, klopt. Ja. Nee, dus, klopt, dat borststukjes inderdaad echt veel bruiner, veel donkerder dan bij de wimpers van Sander. Maar je hebt hier wel wat haartjes op de zijkant van dat propodeum, maar die vormen geen korfje. Net zoals bij de alle andere soorten gaan die niet echt zo'n dik korfje vormen, zoals bij de wimpers van Sander. Iets dat ik nog vergeten was te zeggen, het is een relatief kleine soort, één vliegtijd en het heeft een sterke voorkeur voor schermbloemigen, maar het is niet alleen afhankelijk. Dus je kan het ook op andere plantensoorten vinden, maar deze goudpootzandbij lijkt een beetje een fluitkruidbij, dus dan de volgende en de laatste denk ik voor de pauze. Die lijken wel wat op elkaar, dus je kan die allebei vinden als je bijvoorbeeld fluitkruid of andere schermbloemigen af gaat zoeken, dan kan je deze ook daar heel vaak. Een soort die zijn zwartpunt wel eerder kent in de leemstreek, maar ook hier en daar wel eens in de zandstreek kan voorkomen. Je ziet ook trouwens, aan de kust is er nog wel wat werk. Hè. De kust noorden van Oost-Vlaanderen, de polders van Oost-Vlaanderen en heel veel stukken in Limburg, daar ontbreekt op elk kaartje ongeveer. Er zijn gewoon geen waarnemingen, dus daar is nog wel wat werk. Voor jullie, allee, voor ons allemaal. De fluitkruidbij die vind je uiteraard op. Fluitkruid, ja, duidelijk. Die is wel gespecialiseerd in het verzamelen van stuifmeel van schermbloemen. Dus zij kan alleen dat soort stuifmeel aan haar larven voeden. Bij die anders gaat het niet lukken. En die fluitkruidbij dat is ook een vrij kleine soort. Die vliegt ook in één generatie, voorjaar tot begin van de zomer. Opvallend is dat die zwarte achterpoten heeft. Die goudpootzandbij die had daarnet. Gouden poten, oranje poten. Hier zie je zwarte poten, maar met witte beharing. Het stuifmeel van bijna alle schermbloemigen is ook wit. Of een beetje grijzig. Dus je moet goed opletten. Ben ik aan het kijken naar de kleur van de beharing of naar de kleur van het stuifmeel in die haar. Dat is sowieso een tip die je altijd, daar moet je altijd rekening mee houden. Kleuren van haren. Dan moet je echt kijken naar het haar en niet naar het stuifmeel dat erin zit. En ook niet naar het stuk van het bij dat eronder zit. Dus je moet kunnen kijken in lagen. Opvallend aan die fluitkruidbij is dat hij een hele brede kop heeft. Een bredere kop dan hoog. Als je ziet echt, als je twee pijlen strakt, dan is die breder dan dat hij hoog is. En nog iets opvallend, maar dat is moeilijker zichtbaar, dat is het borststuk zelf. Waar dan vrij veel grove puntjes in staan. Dus je ziet hier dat er allemaal van die vrij diepe puntjes zijn. Dat kan je zien met een loop of met een goed fototoestel. Maar dat zie je niet zomaar met blote oog. Wat je wel met blote oog ziet, is dat het achterlijf zwart is. En dat je vier haarvlekjes hebt. Dat je haarvlekjes hebt op de linker en de rechterkant van tergieten 2, 3 en 4. Dus dat zijn zeker geen bandjes. Dat is geen enkel bandje dat doorloopt. Dat zijn echt gewoon bijna vierkante blokjes die je op de zijkant kan zien. Zes van die plekjes op de achterbij. Ondanks het feit dat fluitenkruid heel erg algemeen is, blijkt dat die fluitenkruid bij toch veel moeilijker te vinden is. Dit zijn echt de hotspots, maar die rode bolletjes, die rode blokjes beter gezegd, daar zijn we ooit al gezien. Maar je ziet dat er nog wel. Ik heb een vermoeden dat er net iets meer hokjes zijn met fluitkruid dan dat er hokjes zijn met fluitkruid bij. Voor mij blijft dat een ongelooflijk moeilijk beest om dat te vinden. Ik heb dat dit jaar gezocht, heel veel gezocht, en ik denk dat ik er eentje heb gevonden. Terwijl er andere mensen waren die dat gewoon op andere plaatsen van weer wel hadden gevonden. Dus ik weet ook niet goed hoe we een fluitkruid bij moeten zoeken, behalve op fluitkruid moet zoeken. Maar hoe je dat moet opzoeken, geen idee. Ik merk het zelf ook vaker niet dan wel. En wanneer vliegt hij dan? Als het fluitkruid vliegt. Ja, op een kille engine. Ja. Nog de mannetjes, goudpootzandbij en fluitkruidbij. Ik had gezegd, Karel, dat kopschildje gaat nog eens terugkomen. Het komt terug, maar zie je, er zijn twee van die kleine worstjes die er nog naast liggen. En dat is hier makkelijk, maar dat is niet makkelijk als er ook nog eens haren boven zijn. Dus je ziet hier wel. Hier zie je niet, maar daar zie je wel echt dat er nog een klein, geel-wit, extra
vlekje is dat naast het kopschip ligt. Dus naast het clypeus. Dus dit is ook die guidepoortshand bij mannetjes. Ik weet niet of dat mannetjes is. Die hebben ook, net zoals dat roodbuikje, die hebben daar ook die geel-witte kop. Maar toch is dat net een tikkeltje anders. Wat ook anders is, is dat de kop normaal gezien eerder geel-bruin behaard is en niet dat zilver-witte van die guidepoortshanden. Ik weet dat het hier, dat ligt aan de overbelichting, hier is wat iets te veel licht op. Maar daar zie je normaal gezien is dat niet echt zo fel wit, niet zo sneeuwwit als bij die roodbuikjes. Ook hier fimbria, dus het poepje, de beharing daar, is oranje. En iets opvallend is dat alle tarsen, dus de kleine leedjes van de poten, die zijn van de voorpoot tot en met de achterpoot allemaal oranje. En ook een deeltje van de achterscheen, hier in de top, is oranje bij de goudpoetsanden. Dus gouden poten, dat is zowel bij mannetjes als bij vrouwen het geval. Maar goed, het roodgatje had ook, mannetje maar roodgatje had ook oranje poten. Maar daar zat weer een zwarte vlek. Dus dat was al te lang geleden. Dat was al 2 uur geleden, minstens. 3 uur. Goed, bijna pauze. Nog een fluitkruid bij een mannetje. Is eigenlijk opnieuw weer zo'n doorslagje van het vrouwtje. Een kop die breder is dan hoog, een borst die wat bruin behaard is. Een achterlijf dat zwart is, met een paar van die, zes van die, kleine witte haarvlekjes. Op de gieten 2, 3 en 4. En een borststuk dat echt heel dicht gepunteerd is. Waar ga je die mannetjes vinden van die gespecialiseerde bijensoorten? Op dezelfde bloemen. Op dezelfde bloemen, omdat die daar ook gaan forageren en gaan op zoek gaan naar de vrouwtjes die, waarvan ze weten dat ze moeten komen naar die planten, want ze zijn ervan afhankelijk. Yes? En dan nu? Ja. Fruitkruid is zo soort bij het avondval. Zijn we een bloem? Het geeft ons fruit? Nee, dat zijn geen schermbloemen die dat gebeuren. Dat zijn composieten. Een soort van knol, een bol van. Nee, dat is wilde peen, maar dat is op het einde van de bloeiwijze. Ja, wilde peennutten, maar wilde peennutten op het einde van zijn bloeiwijze. Ja, bloei. Daar heb je ook zo, op het einde van zijn bloei. Dus je hebt daar in het midden ook zo'n hartje, dat is dan zo zwart of zo'n donker ding. Niet altijd. Vaak zit daar zo'n donker ding in. En dat sluit zich daar inderdaad rond en dan krijg je... Ja, dan worden ook de zaadjes gevormd, maar dat is pas echt op het einde van de zomer. Dus het is niet dat ze daarin zouden zitten? Nee, het is wel. Wat dat wel zo is, is dat er andere groepen zijn. En dat gaan we straks zien, al met de deur maken precies. Gaan we zien bij de roetbijen. Roetbijen leggen zich wel in composieten. En die sluiten zich wel. En daar kunnen ze wel in slaan. Goed, dan even in een snel tempo doorgaan. Hè, want jullie weten nu hoe dat werkt. Roep maar. Ja, ik weet het. Zo'n Ja. Zwart krossen. Kenmerken. Mannetje, vrouwtje, zandbij. Welke soort zandbij? Roep het maar. Zwart krossen zandbij. Vrouwtje? Zwart krossen zandbij? Is die een helft van de zaal er ook mee akkoord? Die hebben veto-recht dan. Maar dan moet je wel met goede argumenten opkomen. Scopa is bruin. Ja. Dus? Nee, ik hou wel altijd van een klein debat. Afstaande zwarte haren op de achterlijf. Voilà, dus uw argument is bij deze weerlegd. Want het klopt dat die scopa rood-bruin is. Bij allebei de soorten, tweekleurige zanden en zwartrossen, maar deze heeft een volledig zwarte beharing op de achterlijf. En die die tweekleurige zandbij die heeft bruine haren op het eerste 3 tergieten. Ja. Tweekleurige scopa. Ja, tweekleurige scopa. Zwart. Ik kan het wel vertrouwen.
Tisa. Katrien? En waarom? Dat hangt af van de hoek. Het stinkt naar de geit. De geitengeur? Ja, ik zal altijd zoeken. Ja, misschien. Ja, maar er zijn nog kenmerken. Misschien nog iets leks van de het flexhanden. Want ook twee kleurige spoppen. En ik zie toch wel van die witte flexjes. Aan die de zes. Die daar. Want de tergieten zijn overal een beetje behaard. Bij viltvlek heb je de bovenkant vrij kaal en vooral uitgesproken viltvlekjes, maar de rest niet. Misschien voor heel de groep te zijn. Dus wat Samuel heeft gezegd, dat is dat de bovenkant van de tergieten bij een viltvlekshand bij kaal is en dat dat enkel op de zijkant die haartjes. Maar als je hier eens goed kijkt, zijn toch haartjes. Dus de haren zijn over de hele breedte van de tergieten. Dus? Meidoorn. Je hebt meidoornzand bij gezegd. Weet je nog wat, hoe dat hier moet, wat de volgorde van kleuren moet zijn? Ja, van 1 tot 4 is bruin en dan 5. 1, 2, 3, 4. En dit moet wat donkerder zijn. Het is niet duidelijk, maar het is wel juist. Ja, next. Dus de vorige antwoord was de meidoornzandij. Andrena Scotica. Ja, vroeger Carantonica, maar tegenwoordig Scotica. Alles hetzelfde. Dit is hetzelfde. Hoor ik je van voor zeggen? Nee. Want? Nee, we doen het op de naam. Scotica en Carantonica. Ah ja, dat is hetzelfde. Nee. Ja, sorry. Zwart bronzen, Katrien, waarom? Vrouwtje, zwart bronzen, en waarom? Mocht dat voor heel de groep zijn? Ja, dus. Tergiet 1 tot 4, rosbruin. Tergiet 5, zwart. En? En de scopa is hier is volledig eenkleurig bruin. Daar zit geen zwart en wit in. Net zoals bij een soort die we onlangs nog hadden gezien, dacht ik. Hier dus. Hetzelfde bouwplan. Ietsje uitgesprokener normaal gezien. Ja. Van die beharing op het achterlijf. Alhoewel dat afhangt van dier tot dier, maar je ziet heel duidelijk dit hier en ook een heel donkere kop. Donkere kop en een heel lichte scopa. Oh, nee. Wildvlek? Tweekleurige? Tweekleurige zand, hè? En de late generatie. De late generatie. De zomergeneratie van het. En mannetje, vrouwtje? Vrouwtje. Vrouwtje, zomergeneratie, tweekleurige zandbij. You make me all so proud. Nee, dit is juist, hè. Dit is zwarte kop, bruin borstik. Welke kleur heeft het scopa? Geen idee, dat is het juiste antwoord. Geen idee is het juiste antwoord. Laat u niet verleiden tot. Ja. Knalgeel! Dat is misschien wel het stuifmeel, hè, dat erop hangt. In dit geval is het heel duidelijk het stuifmeel. Dus daar kunnen we niks over zeggen. Wat zien we wel op het achterlijf? Ja, de eerste drie achterlijfsegmenten zijn bruin. En in welke bloem zit die? Een vlokje, dus vrouwtje, zomergeneratie, tweekleurige zanden. Ik hoor het hier al. Ik vind eigenlijk precies in de kerk iedereen vezelt van alles, maar niemand durft die sluit op te zeggen. Ja. We mogen het zeggen. En alle tarsen rood. Ja, achterscheen en alle tarsen oranje. Het is een foto van Henk. Dus het is inderdaad, het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje door deze achterpoortbeharing, dus dan moet je niet kijken naar de kop. Maar over welke soort had je het heel goed? Ik was erg in goudvoet. Ja, dit is een, voor de niet-West-Vlamingen, een goudpoot. Sorry,
Voor de rest, die ons nog niet bij kennen elkaar. En wij daar ook. Dus als ik zo'n grap maak, dan weten ze dat. Ze kennen wel een beetje. Ja. Goed, next. Zijn er bijna? En maar zuchten en maar zweten, zeg. Dat blinkt wel mooi daarachter liggen. Ja. Ja. Broodjes wil staan. Waarom? Ah ja, die opzij, die witte haartjes. Ja, dat was een korse. Ja. Twee beesten of klein beest. Een potje. Dat is een computerpokaal. Omdat al een meter groot op de muur geprojecteerd is, dat is niet het goede antwoord. Maar als, lopende bar, maar als je een idee hebt over het potje, dat is natuurlijk nu wel moeilijk, maar als je een idee hebt over het potje en je ziet dat dat beest bijna niet in het potje past, dan zal dat wel een groot beest. Het scopa zijn niet zichtbaar. En wat zegt de scopa ons? De kleur van de achterpootbeharing? Boven zwart. Boven zwart. Boven zwart, maar de rest kun je niet echt zien, dus daar kun je best niet te veel op verder gaan. Maar je ziet wel een donkere kop, een groot borststuk, een groot oranje-bruin borststuk, een vrij fors beest, dat kun je daar zo wel uit afleiden. En dan zie je... Ja, eigenlijk zie je hier ook van die doorlopende haarbandjes, terwijl het niet echt zou mogen. Want dit is inderdaad de viltvlekshanden met 1, 2, 3 viltvlekjes. En soms loopt het inderdaad wel een beetje door hier. Maar ik denk, ik heb eigenlijk een lichtbruin vermoeden dat er hierachter een stilops zal zitten, een strepsiptera zal zitten. Omdat je ziet dat die twee achterlijfsegmenten een beetje uit elkaar zijn geduwd. En typisch voor die strepsiptera, voor die waaiervleugelen, die parasietjes daarin, is dat ze ervoor zorgen bij viltvlekshanden dat die bandjes doorlopen. Dat het geen vlek is. Rood gatje? Rood buikje. Mannetje rood buikje. Katrien, zeg nog eens waarom. Wit baardje, donker beest. Witte clypeus is zichtbaar. Ja, je kunt wel van op de zijkant zien dat er daar zo een geel-witte tekening is. En dat zijn inderdaad ook hele lange kaken. Ik weet niet of ik dat als kenmerk heb gegeven. Nee, nee. Dat... Er zijn meerdere soorten. Ja. Ja. Maar dus deze heeft een witte baardje. Hier zit ergens zo'n zweem van rood in, dat zie ik ook wel ergens. Of als ze wel allemaal kleurenblind kan. En dan zie je ook vooral daar de geel-oranje tekening. Op dat kopschildje met die twee zwarte puntjes. En zwarte poten. En zwarte poten, ja. Mannetje, rood buikje, Andrena ventralis. En dat is dan mevrouw. Ze zijn precies slecht gesorteerd. Ja. Dit is een vrouwtje van een rood buikje, want het heeft een rood buikje en voor de rest is het overal nogal sneeuw of zilverwit. Want geen gouden pootjes. Ja. Een vrouwtje? Waarom is het een vrouwtje? Stijf je dat verzameld? Ja, klopt. Ja, wit stijfmeel. Bandjes stoppen zo. Ja, het lijkt erop, maar dat is inderdaad moeilijk om te zien. Maar je ziet wel dat het hier stoppen ze. Dit stopt, ja. Dat stopt, dat stopt. Dus dat zijn bandjes die niet doorlopen. En als je die bandjes hebt die niet doorlopen... Is het een groot beestje of een klein? Klein. Dat kan je afleiden door de bloem waarop je zit. Het is wit stuifmeel. Dat komt van deze schermbloemige, dat wellicht fluitenkruid is. Ik vraag dat even aan de plant links bij. Het ziet er zo uit. Het ziet er zo uit, voilà. Dus dat betekent dat het eruit ziet als een... Fluitkruid bij. Ja. Voilà. Ah, maar dat is een, dat is een strikvraag. Hè? Want die heeft een stil op. Mogelijk, ja. Dat is volgens mij diezelfde bij als daar straks. Ik weet niet of dat dezelfde is of niet, maar wat er wel opvalt, en wat het eerste moet zijn waar je zit, wat je ziet op deze foto's, is dit hier. Ja.
dat knobbeltje daar, die waaiervleugelige, die strepsectera, als die lopt. Wat dat eruit steekt, dat betekent dat je hier geen viltige vlekken meer hebt op de zek, maar gewoon een doorlopende band. Wat dat niet normaal is voor een viltvleksand. Dus dit beestje heeft daar geen zorg. Dus goed opletten als je zo'n beest ziet. Vrouwtje. Ja, ik heb eigenlijk gewoon geen mannetjes meer eens toegepast. Ja, nee, die verandert gewoon heel het systeem. Die verandert gewoon heel de hormoonhuisvesting van mijn beest. Vandaar dat hij dus ook voor kan zorgen dat een half man is en een half. Ja, Op de flanken, voilà. Dus hier zie je heel duidelijk die wimper. Je ziet dat midden is te wat kaal en dan daarnaast heb je twee van die haarkorfjes. Ik heb gezegd, als ik de foto zou laten zien, dan gaan we een paar op tafel springen. Dat is nu wel niet, Johan. Volgende keer op tafel. Goed. Ja, maar waarom springen jullie niet op tafel? Dus dit is ook een wimperflankshandbui. En dat is heel duidelijk, wat ik daarnet heb gezegd, dat dat niet gelogen is. Dus dat stuifmeel dat wordt verzameld in de scopa, de floculus en die wimperflank. Dus dit is echt eentje dat zijn rugzakje mee heeft met daar het stuifmeel. Yes, dat is het. Ik zou zeggen, de pauze duurt zo lang totdat iedereen zijn tas gevuld heeft en daarna gaan we echt verder. Oké? Okay? Ja.